We zijn tegenwoordig ontzettend druk met het verduurzamen van ons huis. En uiteraard energie te besparen. Maar waar moet je nou beginnen? En hoe doe je dat nou precies? De komende weken heb ik een speciale gast die ons daar alles over kan vertellen. Waardoor we er allemaal een stukje wijzer van worden. Inclusief ik. Velen kennen Helga van Leur van het Weerbericht. Maar na 20 jaar nam ze daar bewust afscheid van. Om zich vol in te kunnen zetten voor een beter klimaat. Er is volgens haar veel werk aan de winkel. Ook om te zorgen voor de volgende generaties. Samen met Hier laat Helga zien dat iedereen kan doen aan energiebesparing. En dus kan zorgen voor een lagere impact op het klimaat. Helga. Ivo. Goedemiddag. Hallo. Hallo. Ben je ondertussen al panelen aan het tellen? Ja, is natuurlijk interessant. Hè? Want hoeveel panelen heeft een huis nodig? Ik ben altijd heel nieuwsgierig aangelegd. Dus ik probeer te kijken, wat hebben mensen al gedaan aan energiebesparing? En zonnepanelen zie je, maar je ziet in huis ook heel veel niet. Ja. En nu de winter eraan komt, wil je toch kunnen handelen. En eigenlijk is het dan heel slim om te kijken, wat kan ik doen aan energiebesparingen? Dus ik wil van jou eens weten, wat heb jij eigenlijk al gedaan? Nou, wat ik al gedaan heb, is sowieso zonnepanelen. We kijken er net al naar, dat is best wel bekend. Ja. Maar wat misschien wat minder bekend is, dat je ook folie achter je radiator kan plakken. Klopt. Waardoor de warmte eigenlijk weer terug de woning ingaat. Heb ik gedaan. Ja. Ik liep een beetje te pielen en te rommelen. Je moet dat even uitvinden. Een vriendin van mij kwam langs, die heeft dat bij haar moeder gedaan. Ja. Die heeft mij exact kunnen vertellen hoe het moest. En eigenlijk binnen anderhalf uur had ik het erachter zitten. Nou kijk, dan heb jij een leuke vriendin die dat weet. Maar heel veel mensen hebben dat misschien niet. Dus jij, met jouw ervaring in jouw huis, kan eigenlijk het beste jouw buren helpen die ook een vergelijkbaar huis hebben. Juist. En daar is een speciaal platform van. Dat valt eigenlijk slimme buren. Hè? Je helpt elkaar als buur. Dat valt onder Hier. Ja. En daar kun je allerlei energiebesparingstips zelf invoeren. Maar ook lezen wat de buren gedaan hebben. Nou, in dit geval typ ik in Meidrecht. Ja. In Meidrecht zijn er 10 slimme buren in de buurt. Sterker nog, eentje over 90 meter. Oh, die zit hier heel dichtbij. Heel dichtbij. Nou, je kunt advies kijken over hoe je zo kunt besparen. Dakisolatie, glas of kozijnen, muurisolatie, vloerisolatie. En je kunt het vinden hier, maar je kunt ook, als jij ervaring hebt, zeggen, oké, maar ik wil me eigenlijk ook opgeven, zodat ik het advies ook weer aan anderen kan geven. Dus het is van twee kanten, werkt deze site heel handig om inspiratie te vinden of te geven. Maar Helga, je bent hier met een missie. Want de komende tijd ga jij ervoor zorgen dat iedereen een slimme buur wordt, toch? Nou, heel graag. En niet alleen omdat het goed is voor het klimaat, maar ook omdat het goed is voor je portemonnee. En als we dat met z'n allen doen, hebben we uiteindelijk ook minder nieuwe windmolens nodig. Minder uitbreiding van zonnepanelen. Dus eigenlijk is het een win-win-win situatie. Alleen ja, we hebben dus nu even jouw situatie besproken. Maar elk huis is anders. Dus ik ga voor jou wat verschillende huizen bezoeken en concrete voorbeelden binnenhalen wat we kunnen doen, zodat ze deze winter weer lekker warmtjes bij warmtjes zitten. Hoe bespaar jij op je energierekening? Meld je aan als slimme buur en deel hoe jij energie bespaart. Vorm samen met je buren een team en maak als groep kans op een mooie prijs. Op onze socials vind je meer informatie.